staat een heel klein huisje. Dat is de oude smederij van Paleis het Loo in Apeldoorn. Daar is vanavond de halve finale in de categorie Singer/Songwriter. Aan deze halve finale doe mee Brown Feather Sparrow, Mirjam Gaasbeek, Mary Had A Little Band en Wotienke. Nee, maar serieus. Ik bedoel, het is gewoon leuk en het moet gewoon leuk zijn. Ja, competitie is niet goed voor de muziek. Nee? Vertel. Ja, weet ik niet altijd. Dus je gewoon, je doet wel mee namelijk. Ja. Ja, maar het is gewoon leuker om te spelen. En dan we zien wel, ja, je kunt er toch niks aan doen. Ik doe gewoon ons ding en ik doe mijn best. Wat ga je voor ons spelen allemaal? Ga je iets extra's geven? 5 liedjes. En het extra's is dat we een cellist en een violist hebben meegenomen. En dat het natuurlijk extra intieme setting is vanavond. En dat vinden wij het meestal het leukst om te doen. Okay. Vind je van de locatie, is te gek. Komen ze dan nog beter tot nu recht, zo akoestisch? Nou, nog beter, anders. Ja, ik vind het prachtig. Ja? Ik vind het heel intiem ook allemaal. En, ja, dat vind ik het aantrekkelijker van. Wat kunnen we verwachten van jullie? Iets heel moois. Iets wat we anders nog nooit hebben gedaan. Dat is? Heel erg maar helemaal akoestisch optreden. Dat doen we anders nooit. Wedstrijden op zich, daar word ik gewoon zenuwachtig van. Maar in dit geval vind ik het gewoon een goede promotie. Ik vind het gewoon belangrijk voor de band. Heb je je goed voorbereid? Best wel goed, zeker de laatste paar dagen heel intensief. Want de mensen met wie ik speel, die wonen in Tsjechië. Dus daar heb ik een maand geleden hebben we liedjes een beetje gearrangeerd. Omdat normaal hebben we elektrische gitaren en is het wat groter en versterkers en zo. En we hebben de liedjes helemaal omgebouwd en helemaal akoestisch gemaakt. En ze zijn gisteren weer na een hele nacht rijden naar Nederland gekomen. Achter mij binnen zit de jury te overleggen wie er door mag gaan naar de finale. Mary Had A Little Band. Ja. De jury vonden jullie vanavond de allerbeste. Ja, dat is te gek. We zijn ook gewoon de allerbeste. Ja, jullie zijn de allerbeste. Vonden jullie zo? De allerbeste. Een beetje vertrouwen hebben, hè, natuurlijk. Een beetje zelfvertrouwen hebben, natuurlijk. Ik moet zeggen dat het bij mij toch vanavond wel een beetje... Ik had wel zelfvertrouwen, maar... Ik vond het wel spannend. Ik vond het wel heel spannend, ja. Nou, vanuit de oude smederij van Paleis het Loo was dit de laatste halve finale in de categorie Singer-Songwriter. De jury heeft gekozen voor Mary Had A Little Band. Die gaan we sowieso terugzien in de finale op 12 december. Kijk voor meer informatie op de site groteprijsvan.nl. Trek ik later.